Een familievoorstelling vanavond om 7 uur. Een poppentheatervoorstelling. En morgen was net een optocht. En we zijn eigenlijk parade aan het maken voor alles wat hier gebeurt. Zwolle Unlimited. En wij spelen vanavond een voorstelling met theatergroep Draadloos. En dat is een poppentheatervoorstelling. Het hele weekend is overal, voornamelijk hier en bij de verhalenboot, alleen maar theater en verhalen die worden verteld. En dans is nu bezig, ze zijn nu bezig met de opening. Poppentheater, het is één groot festival. De voorstelling Vrij Spel van theatergroep De Jonge Honden. Dat is een voorstelling speciaal gemaakt voor jongeren. En die speelt in die tent daar verderop. Dus een voorstelling gaat over de oorlog, dus een beetje een zwaar thema. Alleen dat wordt op een luchtige manier gebracht. Dus dat is echt speciaal voor de jongeren. Het gaat er niet om wat je schrijft of zegt, maar het gaat erom wat je doet. Voor mij is het een opkomend festival waar heel veel kriebels en zomerkriebels en voornamelijk theaterkriebels naar boven komen. Ja. Ja, het is voor mij het begin van de zomervakantie, die je aftrapt met echt een festival. Echt een festival. Lekker een biertje drinken in de zon en theater en kunst. En, ja, heerlijk. Ja, voor mij mag het beginnen.